Pieter Wallanke, veld deuxième place, voetballer nummer 14, Wessel van Dijk, Willeinders, die plaatsen, die vierde plaats, die ook zo belangrijke vierde positie, de beste vier gaan zich plaatsen voor die halve finale. Voorlopig ziet het eruit dat het Rubens Racing for a spot in the semi-final here today, in the boys 11 and 12 years old. On the first spot we have Bartje van Bemmel, Bartje van Bemmel, and on the second we have the 17 of Tom Verkaart, Tom Verkaart, and then the third spot is the number 7, is Gianluca Pollevliet. He is coming out from Belgium, from the BMX Top Gear team, on the third spot, but still on the lead here, Bart van Bemmel. Bart van Bemmel, second is still Tom Verkaart. Verkaart hier op die tweede plaats, van Bemmel op 1, op die derde plaats zien we Gianluca Pollevliet, en de vierde plaats is... Oké, Elias Verbinnen, Brett Jacobs, Jordi Harman, Mike Beskers, Piotr Paas en Rodi van den Neuvel. En gaan we kijken daar. Maar hier op 1 is het nog altijd Brett Jacobs. En Brett Jacobs die zet daar het laatste rechte stuk in. Met Elias Verbinnen, Piotr Paashuizen en Rodi van den Neuvel. De 13-jarige boys zijn nu van start gegaan. Met een hele goede start van de 20. Het is Rune de Berggraaf, de man naar België. Die zich kan plaatsen bij de beste 4. The last quarterfinal of the day. Here on the track with the boys category 13-14.